Ja, ik zie alleen maar enorme kansen. Ik zie bijvoorbeeld Tesla, hun tweede fabriek, naar Brabant komen. Ik zie in de hele zuidelijke regio rond de TU Eindhoven enorm veel werkgelegenheid. Omdat een elektrische auto, ja, is eigenlijk een computer. TU Eindhoven is de enige plek waarbij ze de automotive technologie bij de ICT-afdeling hebben zitten. Er zitten een heleboel aanleverbedrijfjes ook van de apps en voor wat je daar verder voor nodig hebt. Dus werkgelegenheid voor Nederland. Het geeft, ja, als we met z'n allen in elektrische auto's rijden, schone lucht in de steden. En dat maakt het ook nog eens stiller. Dus het is win-win-win. Ja, GroenLinks heeft in haar programma veel verdere en veel ambitieuzere plannen voor het hele vervoer. Waar in elk geval elektrisch vervoer, schoon vervoer, maar ook individuele keuze. Zodat je niet verplicht bent om alleen met je leaseauto te rijden, maar zodat je een vervoersbudget krijgt. En je kan kiezen eerst voor de elektrische fiets. En dan op dinsdagen heb je een auto nodig, die haal je uit de pool. Vervolgens kan je een dag naar Maastricht met de trein. En op die wijze dat mensen zelf hun keuzes kunnen maken, maar dat het vervoer voor ons allemaal toegankelijk en betaalbaar blijft. Ja, heel goed dat PricewaterhouseCoopers een rapport gemaakt heeft om te laten zien wat alle verschillende belastingbelemmeringen zijn. Voor een energietransitie hebben we eigenlijk drie veranderingen nodig. Eén is op de infrastructuur, de tweede is op wat voor soort energie we gebruiken en de derde op de belastingen. Dat geldt voor alle terreinen, maar dat geldt ook voor auto's. En we zijn zo gewoon geworden dat we denken vanuit en benzine- en dieselauto's. En we vergeten dat het echt ook een belastingverandering nodig is om die overstap op de elektrische auto te ondersteunen. Nou, zij laten de knelpunten zien en doen aanbevelingen voor de oplossingsrichtingen. Ja, wij willen daar echt vanaf. Wij willen ook het salderen met je eigen zonnepanelen. Dat je dus dat tegen elkaar weg kan strepen. Hè, wat je zelf opwekt en wat je verbruikt. En wij vinden ook dat er niet nog een extra straf moet zitten op juist helpen om de piekvraag van elektriciteit naar beneden te brengen. Door het gebruik van autoaccu's. Als we er daar in Nederland heel veel van hebben staan, kan je daar inladen en uittrekken wanneer het nodig is. Dat balanceren van het net is hartstikke hard nodig. En dat moet je ondersteunen in plaats van extra belasten. Ja, er liggen er veel meer. Ik ben een jaar of 6 geleden voor het eerst in aanraking gekomen met de Q-Box. Waarvan het idee is dat jij thuis zegt, nou, ik wil die was binnen een dag gedaan hebben. Mijn vrieskist mag best een beetje zakken of stijgen in temperatuur. En dat er dan gewoon gekeken wordt, hoeveel energie wordt er lokaal opgewekt? Wat doen we? Gaan we die auto laden of trekken we er even wat uit? Zetten we die wasmachines al aan? Of doen we dat pas vannacht als iedereen slaapt en het stroomverbruik minder is? Je hebt ook Fiberhood in Groningen die met soortgelijke ideeën bezig zijn. Nederland is heel goed in innovaties, maar heel slecht om te zorgen dat die innovaties daarna ook grootschalig op de markt komen. Dat is een van de dingen waar GroenLinks zich in de volgende periode echt hard voor wil maken. Ik heb thuis groene stroom, maar ik woon in een flat, dus ik kan niet zelf energie opwekken. En ik rij het meeste met de NS en die is over op windstroom.